Uw organisatie werkt sinds enige tijd met een goed voorbeeld om de kwaliteit van leven voor patiënten en hun naasten te verbeteren. Na de invoering wilt u uiteraard dat het goede voorbeeld duurzaam gebruikt wordt. Als bestuurder probeer ik altijd te zorgen dat het een plek krijgt binnen het beleid. Het beleid wat voor de hele organisatie geldt. En de manager is eigenlijk het vehikel, het instrument om het voortdurend onder de aandacht te brengen. Er komt in de zorg natuurlijk, die verandert steeds en er komen best wel heel veel dingen op ons af. En ja, soms moet je prioriteiten stellen en is er wel genoeg tijd. Ze moeten me uren geven, ik moet er tijd voor hebben. De mogelijkheid om scholing te doen, om naar bijeenkomsten te gaan, symposia te gaan, om je kennis bij te houden. Dus dat moeten ze mij faciliteren. En daarnaast is goede communicatie erg van belang. Dus zorg dat de informatievoorziening in je eigen PR-bulletins komen, in je nieuwsbrief, in je huisblad. Dus een heleboel middelen, mogelijkheden om daar heel serieus naar te kijken. Je moet het goed introduceren, je moet het breed in de organisatie bekendmaken en eigenlijk moet je ambassadeurs hebben die medewerkers warm maken voor het feit dat dit een heel belangrijke situatie is. Een bestuurder, management moet zorgen dat het voortdurend aandacht krijgt. Daar heb je allerlei procesvormen voor. Belangrijk is, zeker in onze organisatie, dat als de medewerker het omarmd hebben, enthousiast voor zijn, dat ze eigenlijk ook omgekeerd ons erop wijzen van hey, wij willen de aandacht voor hebben, wij willen opgeleid worden, wij willen daar tijd voor krijgen. Dus we moeten als bestuurder zorgen dat in het beleid is opgenomen dat we mensen goed faciliteren om het een goede plek te kunnen geven. Zaken als commitment van het management, communicatie en borging zijn belangrijk voor het welslagen van het werken met een goed voorbeeld. Daar speelt u als manager een belangrijke rol in. Borging lijkt natuurlijk een open deur, maar je kunt alleen goed borgen als je van je fouten leert. Dus als je ook de hele procesvorming, als je die goed bespreekbaar maakt met elkaar en vervolgens ook zegt, nou, als er in het proces iets misgaat, wat is vervolgens de verbeterde actie om te voorkomen dat het morgen of overmorgen weer mis zou kunnen gaan? Blijvende aandacht voor het werken met goede voorbeelden is dus van essentieel belang voor maximaal profijt.